Welkom bij deze volle maanreading van 24 juni. 24 juni is een zesgetal, heeft met liefde te maken, met de tweelingzielliefde, is ook een engelenpoort, een energiepoort wat er nu gaat stromen. Nou, vuur wil niet. We gaan eerst even wat zuiveren met Palo Santo hout. Energie wat zuiveren, dan gebruik ik het, mijn handen zijn zwart, dan gebruik ik het hartchakra, de klankschaal voor het hartchakra. Zoals jullie kunnen zien op de achtergrond, ik zal even aan de kant schuiven, heb ik een nieuwe kast gekocht van de donatie, dankjewel, plus de, hoe heet het, de koshies. Ik zal ze even, dat is het aardechakra, het aardeelement. Water. Lucht. En vuur. Je kunt ze natuurlijk ook nog anders gebruiken. Ik zal even kijken of dat lukt. Zo, ik vind ze geweldig. Dus dankjewel voor deze donatie waarvan ik dit heb mogen aanschaffen. Ik ga nog een klankschaal Koshi Healing maken. Daar heb ik een idee over. Maar gisteren brain te stormen met Simone even. Dus daar ga ik mee aan de slag deze week. Ja, en dan gaan we eens even kijken wat dat gaat opleveren. Ik denk dat ik al een kleintje zo erop zet straks. Moet ik even kijken en anders kan ik dat andere voor morgen neerzetten. Ik ga werken met de kaart de Heavenly Astrology Deck. Heavenly Bodies Astrology Deck. Kijk, dat kan meteen terug in de kast. Dan de Angels of Atlantis. Mocht je daar interesse in hebben, dan weet je in ieder geval welke kaart ik gebruik. En het orakel van de maan. Het orakel van de maan, daar ga ik eens mee beginnen. Wat ik doorkreeg, trouwens welkom nieuwe abonnees op mijn kanaal, hartelijk welkom. Wat ik doorkreeg was dat er voor deze tijd, deze eclipse wat er nu weer aankomt, zo voelt het voor mij, de energie van de eclipse is nog niet klaar. Gaat door gewoon van de nieuwe maan naar de volle maan en we blijven er een beetje in die hoge energiefrequentie hangen. Omdat er dingen moeten worden aangekeken vanuit het verleden. En het is ook belangrijk dat de oude stukken van het verleden niet meegenomen worden in huidige beslissingen. Dus daar moeten dingen gezuiverd worden, moeten dingen rechtgezet worden. De afgelopen weken had ik echt, of afgelopen weken niet, dat is niet waar. De afgelopen paar dagen had ik echt het gevoel van ik hang vast, ik qua energie, ik weet even niet wat ik moet doen. Het voelt alsof er iets moet gaan stromen. En meestal heb ik dat voordat er een opening komt op energievlak. Dan heb ik gisteren mijn kamer helemaal opgeruimd. Die kamer anders ingericht. Nou, die kast dan daar neergezet. Samen met mijn zoon even opgezet. En de rest, de tafel laat ik zo staan. Omdat dat anders niet werkbaar is. Maar voor de rest is alles nu voorzien van nieuwe energie. En dan ga ik mijn werk weer, kan ik weer met volle teugen, volle passie doen. Maar we gaan eens kijken wat er nu, wat er nu komt aan de kaarten. Ja, ik ben het lachen, maar als je ziet wat hier ligt, zal het zo laten zien. Dan heb je zoiets van, ja, klopt gewoon. Laat het verleden je niet tegenhouden. Dus wat ik al zei, het kan zijn dat, ook al heb je nare ervaringen in het verleden, dat je nu zoiets hebt van ja, maar toen ging dat niet goed.
En daardoor durf je misschien nu ook bepaalde keuzes niet te maken, bepaalde beslissingen niet te nemen. Maar neem je rust, mediteer en denk na. Het kan dus ook zijn dat je op dit moment vakantie hebt of in de rust bent om na te denken wat er speelt. En vooral hier is de vissen. Het heeft dus met de emoties te maken. En dat hier iets geheeld mag worden van emoties van het verleden. En misschien heb je onbewust al een standpunt gepakt, standpunt genomen, maan in het vaste kruis. Maar durf je er nog niet voor uit te komen? Durf je het nog niet te communiceren? Durf je nog niet te zeggen? Maar mag je wel. En voor jezelf opkomen. Voor jezelf opkomen wat jij wil. En niet zozeer wat anderen misschien willen. Wat het verleden betreft, laat het verleden je niet tegenhouden. Ik heb ook het gevoel dat dat niet alleen geldt voor het verleden, voor de ervaringen die je hebt opgedaan in het verleden. Maar ook voor mensen die niet willen hebben dat je vooruit gaat. Dat je je eigen keuzes gaat maken. Dat je gaat kiezen waar jij blij van wordt. En dat je te veel luistert, misschien nog naar anderen, wat anderen vinden, wat anderen denken. En of wat jij denkt dat anderen denken, want dat weet je natuurlijk toch niet altijd. Maar ja, dat is wel belangrijk, dat hier iets opgelost gaat worden. Dat je dat verleden loslaat en achter je laat. En dan ook de volle maan nu gebruikt om op te schrijven wat je vooral los wil laten. Ik heb het gevoel dat de energie van deze volle maan ook weer voelt alsof het een nieuwe maan is. Alsof je tegelijkertijd ook dingen kunt manifesteren. Door eigenlijk meer te manifesteren wat je wel wil. En in plaats van op te schrijven wat je niet meer wil, maar meer van ja, wat wil ik wel? Die leesbril is niet handig met die spiegelende glazen. Dus dat. Daar krijg ik eigenlijk het gevoel bij dat je nu. Ja, je eigen weg mag gaan. En mag manifesteren wat je graag wil. En denk daar ook eens over na. Voel eens wat jij wil. Ga eens in je gevoel. En laat die emoties van vroeger, laat die jou niet tegenhouden om eigenlijk. Misschien heb je al met je verstand al een keuze gemaakt. Heb je er goed over nagedacht? Maar komen die emoties weer omhoog? Van ja, maar toen ging het fout. En dat je een gevoel van angst bekruipt. Kijk eens naar die angst. Is die nog reëel? Is het reëel dat je nu nog bang bent voor dingen die in het verleden zijn gebeurd? Ben je nog bang of dat de geschiedenis zich herhaalt? Of ben je bang dat er dingen niet gaan stromen zoals jij het graag zou willen? Even kijken wat de kaarten Angels of Atlantis zeggen. Kaart bij. Wat mag ik hiervan ook voor boodschappen bij krijgen? Het worden extra boodschappen hoor ik, maar niet zozeer op deze. Oké. Aanzengel Sandalphon, Planetary Cycles. Dus alles gaat dus nu zoals Spirit het graag wil. Dit heeft allemaal te maken met cyclus. Met de cyclus van de planeten. En die staan nu gunstig. Het is ook een planeet Venus, maar die weet ik niet precies wanneer dat is. Maar ook hier weer de liefde. En jouw intentie heeft te maken met je intentie, Aandacht en Sandalphon. Maar ook hier de cirkel, die is eigenlijk voor jou al rond. Je hebt al gevoelsmatig. Weet je wat je moet doen? Met je verstand weet je wat je moet doen, maar soms komen die oude emoties omhoog. En die cirkel mag gesloten worden. En jouw intentie mag nu vanuit je buik genomen worden, vanuit jouw buikgevoel, vanuit jouw tweede, derde chakra. Daar mogen dingen gezuiverd worden, waardoor je dus nu na kunt denken over wat je wel wil. Aanzengel Raphaël, Earth Force. En dat is ook weer aarde, mediteren. Aarde en aanzengel Raphaël heeft er ook mee te maken. Die zorgt voor heling.
vraag ook om hulp bij hem, om of aan hem, dat je soms zijn ze te, weten ze niet dat ze gewoon maar om hulp hoeven te vragen. Ze krijgen die hulp meteen, zegt hij. En het is de bedoeling dat je daarnaar kijkt, want dan mag iets geheeld worden. En het heeft ook te maken met het hartchakra. Dan mag verlichting komen in je hart, wat je hart je ingeeft, daar mag je naar kijken. En misschien heb je heel veel problemen gehad vroeger, op hartzaken, met liefdeszaken. Dan mogen die nu niet jouw keuze in de weg staan. Wat misschien wel nog zo is, een gedeelte. Maar ze mogen door die poort heen. Ze mogen door een poort heen en de rust mag eigenlijk wederkeren in de emoties. Als ik dan hier kijk dat zij heel erg rustig daar staat en die geel-oranje gloed en die cirkel, ook daar mag een cirkel gesloten worden. De rust mag wederkeren in de emoties. De rust mag wederkeren in jouw chakras. En vooral in je tweede, derde chakra. Vooral in het derde, ja, in het derde chakra. Je mag met je hart gaan voelen wat je eigenlijk graag wil. En dat is namelijk belangrijk, dat hier iets gaat stromen. Oké, okay. Michael, wat wil je nog zeggen? Maar ik hoor dat Aardengel Raphaël zich meldt. En er moet heling plaats gaan vinden nu. Ze hebben het nodig, dat is wat ik hoor. Ze hebben heling nodig en Aardengel Nathaniel van... Dan mogen oude dingen weggebrand worden. Letterlijk weggebrand, bij wijze van spreken. En dat wegbranden heeft te maken met oude patronen, oude overtuigingen en oude denkwijzen. Confidence, optimism, passion and bravery, fire. Dus het vuurelement van Aardengel Nathaniel. Dan mag iets weggebrand worden, zodat jouw passie jouw vuur weer oplaait. En je positiviteit weer oplaait. En je vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in wat je voelt. Vertrouwen in de keuze die je gemaakt hebt. En dat is namelijk heel belangrijk. Want krijgen we hier Mars, move forward and defend yourself. Dus ga vooruit. Dat is wat hij ook aangegeven wordt. De vooruitgang, die is nodig nu. Wordt jou ook gevraagd van ga vooruit. Je hoeft niet zo te blijven hangen in bepaalde zaken. Schorpioen. De schorpioen, intensity, exposing, purging and renewing. Purging and renewing is oude patronen loslaten en herstellen. Vernieuwen. Intensity. Schorpioenen zijn heel intensief. Kunnen ook heel explosief zijn. Kunnen ook heel erg... Maar kunnen ook dingen achter zich laten en opnieuw beginnen. Een schorpioen kan dat heel goed. En oude dingen loslaten. En op een andere manier doen. En dat kan op een intense manier. Exposing. Jezelf ook laten zien. Dat is ook heel belangrijk nu. Dat mag ook gaan gebeuren. Je mag je laten zien. Je mag je emoties tonen. Je mag laten zien wie je bent. Je mag laten zien wat je voelt. En dat is wat hier ook ligt. Daar mag iets geheeld worden. Er mag nog een kaart bij. Welke? Voor wie je wil weten welk deck dit is, van Indian Maya Rose, van Simone, voor liefde en eenheid. Als je wil weten waar je het kan krijgen, geloof ik naar Etsy Shop, anders moet je even kijken op haar YouTube kanaal. Divine Timing. Wat ik zei, de poort gaat open. De poort gaat open voor de tweelingzielen, de poort gaat open voor jezelf, voor de verbinding met jezelf. Die mag gaan stromen nu. Het is tijd. Het is tijd dat er vrede komt. Dat er heel veel vrijheid komt. Je mag vrij zijn van het oude. Vrij zijn van oude ervaringen. Vrij zijn van oude patronen. Die mogen losgelaten worden. Het verleden mag je niet tegenhouden.
in gesprek met je innerlijk kind. Dus ga eens communiceren met jezelf. Wat wil jij? Geef jij dat innerlijk kind wat het nodig heeft? Geef jij dat innerlijk kind de vrijheid om te gaan waar het wil gaan? Geef jij jouw innerlijk kind de ruimte om die stappen te zetten, als het ware? Geef je jezelf, als je het over het innerlijk kind hebt, dan heb je het over eerste, tweede, derde chakra. Als daar iets blokkeert, dan ben je niet in vrijheid die je nodig hebt om je stappen te zetten naar dat of diegene wat jij graag wil. En ga eens met jezelf in gesprek van wat wil ik eigenlijk wel? Wat wil ik eigenlijk? Waar wil ik naartoe? En ook al is het een hele lange weg, je hebt een hele lange weg afgelegd. En als het te maken heeft met relaties, dan heb je daar ook een hele lange weg in afgelegd. Maar nu wordt jou gevraagd om, ze moeten door die poort heen. Maar ze kunnen niet eerder door die poort heen dan het verleden achter zich te laten. En vooral het verleden, die poort blijft gesloten totdat je dat verleden oplost. En totdat je in staat bent om de emoties en de ervaringen van het verleden niet mee te laten wegen in jouw keuze in het hier en nu. En dat is eigenlijk belangrijk, want velen van jullie houden daar nog aan vast. Energie van het mystieke, laat het gewoon gebeuren. Laat gebeuren wat je eigenlijk niet kunt begrijpen. Er gebeuren dus nu dingen in de energie die je misschien helemaal nog niet hebt ervaren. En niet snapt en dat je denkt, ja wat is dit nou? Maar dit gebeurt alleen maar om jou in die vrijheid te krijgen. In die vrijheid om te gaan en staan waar je wil. En het is divine timing. Spirit zegt ook, en nou is het klaar, nou is het afgelopen. En deze druk die wordt constant opgevoerd. En ik heb het gevoel dat nu, zo vandaag ook de zonnewende, zijn hoogtepunt bereikt. Dat er iets vanaf vandaag, heb ik steeds het gevoel gehad vanaf de zomer, dat we de zomer ingaan. Dus vanaf vandaag, 21-6, gaan dingen stromen. Gaat er een poort open bij jezelf. Dat is namelijk belangrijk. Je moet de diepte in, de verdieping in. En daar vind je je antwoorden, wat je moet doen. Daar vind je je antwoorden, welke kant dat je op mag. En laat die emoties ook zien. Laat jezelf zien. Stijg je ook boven jezelf uit. Als je dat namelijk kunt, dan kun je ook kiezen waar je naartoe wilt. En dan laat je je niet tegenhouden door wie dan ook. Volle maan, nieuwe maan, eclipse, wat ik net al zei. Dus vanaf de vorige nieuwe maan, die eclipse, tot nu, het voelt alsof het dezelfde energie is. Het voelt alsof er iets gemanifesteerd mag worden in plaats van... de volle maan is natuurlijk loslaten. Meestal staat de volle maan alleen maar voor het loslaten. Maar nu voelt het voor mij alsof die volle maan hetzelfde is als de nieuwe maanenergie. De balans moet komen tussen nieuw en oud. Daar moet een balans in komen. Net zoals de energie nu zo voelt. Dat hier die volle maan nu is om iets nieuws te creëren in plaats van iets ouds los te laten. En het liefdespel. Het kan zijn dat daar nog iets of iemand is wat jou tegenhoudt. Of dat er met meerdere mensen, dat je nog luistert naar iemand, naar een ander die iets te zeggen heeft. Maar ga je eigen weg. Laat je niet dwarsbomen. Als ik zo deze kaart bekijk, voelt het voor mij. Laat je niet dwarsbomen. Zet alles op een rijtje wat je wil. Zorg ervoor dat anderen daar niet tussen kunnen komen. Want je laat andere mensen tussen jou en de ander komen. En daardoor ook kun je geen keuze maken of durf je geen keuze te maken. En de kaart hier, de oudheid, diepe wortels, deze verbinding wat je hebt, dat heeft, die is diep geworteld en die is heel oud. Dat zijn vorige levens ook. Maar hier zie je ook, maar daar is een oplossing. Hier die poort met het sleutelgat erin. En de poort met het licht erin, ja Jacques. Maar in ieder geval, dat licht, dat brandt, je hoeft maar door die poort te gaan.
Dan ga je dus vanuit de oudheid naar iets nieuws. Want daar is het. Dat is belangrijk. En er wordt ook gezegd, loop je pad. Loop je pad daar over die brug. Hier is het nog donker, daar is het licht. Ga naar dat licht. En hier ook weer. Dan ga je door die poort heen. Die energetische poort. Die is dus nu heel belangrijk tijdens deze volle maan. En soms moet je dan code verbreken met het verleden, wat de liefde betreft. En daar bedoel ik mee de ervaringen die je hebt gehad vanuit het verleden. Dat wil niet zeggen dat die zich gaan herhalen. Want als jij in vrijheid bent en die ander is in vrijheid, en los of het een liefdesrelatie is, of een vriendschapsrelatie is, of een werkrelatie, oude ervaringen vanuit het verleden kun je niet meenemen als je opnieuw wilt beginnen. Dat gaat niet. Als je opnieuw wilt beginnen, een nieuwe uitdaging wilt aangaan, dan zul je die oude ervaringen moeten loslaten. Je hoeft ze niet te vergeten, maar de energie eraan, dat energetisch koord, dan mag je aan aardengel Michael en vooral eigenlijk aan aardengel Nathaniel vragen om dat te doorbreken met die vuurenergie. Dan mag iets losgebroken worden, zodat de poort open gaat en je door die poort kunt gaan en je boven jezelf kunt uitstijgen. En het heeft dus echt te maken, wat ik net zei, het innerlijk kind. Yin-yang, dat jongetje en dat meisje. Wit en zwart. Maar en dan, als je die balans in jezelf gevonden hebt, want ze houden handjes vast, dan ga je dus eigenlijk weten waar je naartoe mee moet. En ook al is het onbekend, want ze zien niet waar ze naartoe gaan, ook al is het onbekend, dan voelt het onbekend en een beetje angstig. Wees niet bang. Ga vol vertrouwen je toekomst tegemoet. En ga in vrede die toekomst tegemoet. En vooral in vrijheid. Vrij van oude processen. De zon. De mannelijke energie. Ga in je kracht staan. Ga vrij zijn. Wees vrij. En misschien zorg ervoor dat die persoon op deze foto nu in zijn eigen kracht mag komen te staan. Daar moet een transformatie gaan plaatsvinden. Dat gaat ook plaatsvinden, de diepte in. Dat gebeurt dus nu bij deze mannelijke energie. En daar komt eigenlijk, daar komt een verandering in die cirkel. Wacht even. Lichtfamilie. Ik heb het gevoel dat je dus nu een uitweg vindt. Die cirkel hier, dat rad. En daar schijnt het licht. Dus dat licht ga je zien. Je gaat ook weten wie bij je hoort en wie niet. Dat ga je voelen. Zo, dat was het denk ik. De verlichting ga je krijgen. Inzichten. Doet me denken aan de kaart de Hermit. Kluizenaar van het tarot. Ook het lichtje. En als je de kluizenaar vertaalt naar... Dan is het eigenlijk iemand die in meditatie is gegaan. In stilte. De stilte heeft opgezocht. Misschien heb je nu gewoon rust. Misschien heb je vakantie. En in die vakantie of in die rust vind jij de antwoorden waar je naartoe mag. En dat is eigenlijk wat hier nu speelt. En die verlichting gaat komen. En dan kun je eigenlijk je energie reinigen. Samen met spirit ga je dus oude, en dat hoort eigenlijk wel bij de volle maan, een verbrandingsritueel houden. Oude energie ga je verbranden, ga je loslaten. En dat is ook nodig, want die oude energie moet weg. Anders kun je niet naar het nieuwe. En die oude ervaringen van vroeger, hoe het was, en die negatieve dan, hè? Die negatieve ervaringen, die mogen weg. Want jij hebt geleerd, de ander heeft geleerd, als je in een situatie zit qua werk, dan ga je niet dezelfde keuzes meer maken zoals je vroeger hebt gedaan. En dan laat je je niet meer beïnvloeden door anderen. Dan ga je je eigen weg en dan wijk je niet af van je standpunt. Want jij weet wat je moet doen. Maan in het vaste kruis. Je hebt al onbewust, ik heb het gevoel dat velen van jullie onbewust al keuzes gemaakt hebben. Maar zich daar nog niet van bewust zijn.
En dat dat wel naar voren komt. Dat die kracht naar voren geduwd wordt. En de Mars, move forward en defend zelf. Dus dat je nu op durft te komen voor jezelf. Wat je misschien in het verleden niet durfde. Wat je moeilijk vond. En je gaat dat nu met een intensiteit doen die mensen niet van jou gewend zijn. En dat is dan jammer, dat is hun probleem. Maar niet dat van jou. En daar mag je dus nu naartoe. Je mag naartoe naar het stukje positiviteit. En dat is gewoon belangrijk. En je mag naar jezelf terug. En vanuit jouw eigen innerlijke kracht, los van alle oude patronen en emoties die je loslaat, mag je nu vooruit gaan naar iets nieuws. Dat is in ieder geval belangrijk. We sluiten af. Waarmee? Met de kosjes. Verder niets. Dit was het bericht. Ik wens jullie een hele fijne dag. Een hele fijne volle maanperiode. Heel veel succes. Dank je wel voor het kijken. En ik ga deze nog even gebruiken. Je mag dus meer naar je gevoel. Watertekens. Aarde. En dingen verbranden. Vuur. Je mag meer terug naar je gevoel. Ik moet nog even de klankschaal voor het derde chakra. Dat is hard. Oh ja, dat was ik nog even vergeten te zeggen. Als je het Encaustic Healing Orakel wil aanschaffen, kijk dan even op mijn website. Daar heb ik een pagina aangemaakt voor de kaartendeks. Zie je in de webshop. Als je daar op de kaart klikt, de foto van de kaart, wordt je doorgelinkt naar de website in Amerika. Daar kun je dus bestellen. En ja, goed, ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk voor, voor datgene wat daar speelt. Ik heb daar al zeker 4 of 5 keer iets besteld. Ja, zeker 3 keer. Toch nog iets meer. 1, 2, 3, 4, 5 keer inmiddels al iets besteld. Ik moet zeggen, ze zijn heel erg stipt en correct met alles af te handelen. En het wordt netjes verzorgd en het is op tijd. En als ze zeggen van het is dan en dan binnen, dan is het ook zo. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Het is niet dat daar iets raars gebeurt of zo. Anders zou ik daar ook zeker niet mee in zee gaan. Dat is logisch. Want ik ben zelf ook daar heel erg voorzichtig in. Maar ik heb niet het gevoel dat dat gaat gewoon goed komen. Dus als je mijn deck wilt bestellen, kan dat via de Amerikaanse site. Dankjewel. Daar heb ik dus een shop aangemaakt. Daar staat mijn kaartendek gewoon. Dankjewel voor het kijken en namaste.